Mijn gast is drievoudig Olympisch kampioen. Ze schaatst heel snel, hele kleine rondjes, dicht op elkaar. En ze mogen dan een beetje aan elkaar sjorren en trekken. En daarom heet het, denk ik, short track. Denk ik. Denk niet. Ze schaatsen altijd bij ons linksom, maar is dat dan op het zuidelijke halfrond precies andersom? Nou, dat soort vragen gaan we allemaal vragen aan Suzanne Schulte! Ik zei het net al, ja, je bent de eerste Olympisch kampioen aan deze tafel ooit. Ja, het schijnt zo te zijn. Dat schijnt, dat hoorde ik ook ergens. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat nu heel erg goed. Nu wel? Ja, nu wel, ja. Wanneer ging het minder? Nou, vorige week gingen we op fietskamp. En die week daarvoor was het een beetje, trainen we elke dag. En elke dag op hetzelfde moment. En het weet je, een beetje monotoon. Oh. We hebben een nieuwe trainer, dus het is nog een beetje zoeken. Oh, ja. En vorig jaar, onder leiding van Jeroen, de oude bondscoach. Ja, dan zat nog wel eens een verrassing in de week. En dat was altijd, Die deed het altijd iets spontaans? Er zat nog wel eens een sparkle in. En dat miste ik een beetje, dus dat heb ik aangegeven. Oh, wat goed. En deze week is het eigenlijk, heel verrassend. Ja, opeens, opeens waren er allemaal, er is vandaag een leeuw tegen wie je moet vechten. Ja, bijvoorbeeld. Wat spannend, hè? Ja. Hoe ziet het? Ik weet dus echt heel weinig van wat jij doet. Van schaatsen? Ja, onder andere. Ik weet niet eens hoe het heet, blijkbaar. Ik heb het zeker gedaan. Vroeger ook in Tialf heel vaak. Want ik kom net als jij uit het noorden van het land. Ja, we zijn vriendjes, hè? Ja, blijkbaar. Ja. Het is nieuw voor mij, maar ik welkom het. Nee, wij inderdaad dezelfde regio. We schelen ook maar een paar jaar, dus het. Anyway, maar wat heb je bijvoorbeeld vorige week aan training gedaan? Vorige week zijn we op fietskamp geweest naar de Ardennen. Fietskamp? Je bent schaatser? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, we zijn op fietskamp geweest. Ja. Kijk, normaal schaatsen we natuurlijk elke dag, maar het is ook wel lekker om. Je moet ook aan dat aerobe systeem werken, dus aan het duurvermogen. Dus het aerobe systeem. Oh, wow. Ik schrijf dingen mee. Wacht even. Ja. Aerobe systeem. Ja, ga door. Ja. Dus. We zijn van A naar B, van B naar C, van C naar D gefietst. Ja. En we zijn gestart in Valkenburg en daar zijn we de België in gegaan. Wat leuk. Ja, was heel leuk. En is dat dan helemaal goed? Is dat dan heel chic? Want je bent de beste van de wereld. Rijdt er een limo mee met een ventilator en zo? Nee, wel een helikopter vliegt wel de hele tijd boven. Oh, ja, dat wel. Dat ja. dacht ik al. Nee. We zitten elke dag zaten dus in een ander hotel. En dat was de eerste dag was heerlijk. Lekker eten. Kwamen heerlijk in het hotel aan. Ja. Was allemaal goed geregeld. Tweede dag, prachtig hotel, net opnieuw geopend. Was ook top, weet je, lekker eten. Ik denk dat we kunnen stellen dat we die dag het beste eten hebben gehad. Ja. En toen kwamen we in de derde dag in een hotel aan. Ja. En toen dachten we, in the middle of nowhere. Opeens een heel random een hotel, heel groot. En dacht, nou prima, ziet er goed uit. Zaten wel veel bejaarde mensen op het terras, maar dat kan gebeuren. Want die mensen die genieten ook gewoon. Die komen van ook op lekker eten. Die willen ook gewoon genieten. Ja. Dus wij komen daar aanlopen en zien gewoon echt een volledige stoet met bejaarden voor die ingang al gewoon staan al met een rollator, sommigen in rolstoel. En wij dachten echt, ik keek elkaar. Zeg zo shit. Waar zijn we in godsnaam beland? Het zal wel, andere teamgenoten kwamen aanlopen, iedereen lachen. Zo van, zijn we goed? Wij dachten, we zijn fout. Ja, dat is de rij voor die koningin in Engeland. Die loopt helemaal door de Ardennen. Wij denken, we moeten ergens anders. Ik weet niet wat. Sorry. Ja. We denken, we moeten ergens anders heen. Ja. Dus wij staan daar zo en bejaarden halen ons linksom in, rechtsom, om maar in die rij te staan. Pootje over langs jou. Pakken dienbladen, bordje erop, weet je wel. Echt allemaal heel, best wel agressief voor bejaarden. En wij alles weer zo, ga maar voor. Maar op een gegeven moment heb je ook gezegd, ik wil ook eten. Dus je squeezed dan maar zo, ga je er maar zo tussen. Ja. Dus je gaat in die rij staan. Het eten wordt opgeschept. Allemaal van het eten wat allemaal wel lichtelijk voorgekoud was. Want door die bejaarden? Waarschijnlijk wel, ja. Wat moeten ze anders doen de hele dag? Dus we gaan die rij in. Op een gegeven moment denk ik, toch nog even lekker salade op je bordje scheppen. Dus ik eerst de komkommer en sla. Op een gegeven moment kom ik bij de tomaten. En ik wil echt, ik sta op het punt om met mijn hand die grijper te pakken van tomaat. Komt er een oudere meneer, een bejaarde, komt echt buitenom, hè? Echt een goede buitenom in al actie. Wow. Met schouderduw.
kom me inhalen, klap dat dienblad ervoor en pak die tomaten en begint. En ik zat echt zo van, ik keek zo, wat overkomt me. En gewoon weer. En anderen zeiden ook, ja, dat is mij ook net gebeurd. Ja, ik heb net ook een paar schouderduwen gekregen. Dus ik was niet eens de enige. Er waren gewoon complete, ja, bejaarde short track speelde zich daar af. Ja. Ik denk dat dit een van die verrassingen is van je nieuwe trainer. Ja. Dat ze allemaal nieuwe tactieken oefenen. Ja, ik denk het ook. Ja. Hey, ik hoorde ook dat jij echt heel erg slecht tegen je verlies kan. Ja. Hoe uitzicht dat? Hoe uitzicht dat? Ja, ik vind het gewoon. Ja, dan word ik toch wel boos. Ja? Ja, ik vind... Wat doe je dan? Ga je met dingen gooien? Of... Nee, ik denk mijn gezicht spreekt boekdelen. Oh ja. Vooral innerlijk ben je het aan het verwerken. Want het shorttrack is. Ik weet er dus niet zoveel van, maar ik weet wel een beetje. Het is een sport met ook heel veel. Met penalty of straffen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat je, als je valt, mag je niet meer meedoen. En, ja. Nee, dat soort dingen. Maar dat lijkt me dan niet bij uitstek een sport voor iemand geschikt die slecht tegen de verlies kan. Nee. Ja, maar je kan ook, wat het ook wel een beetje is, je kan ook wel het een beetje afdwingen in zo'n rit. Ja. Je zit dus in een rit met 4 tot 6 atleten. En als je kan dan zeggen, nou weet je wat ik ga doen? Als je achteraan in de groep, in de pack gaat beginnen, ja, dan is de kans ook groter. Dan heb je ook meer risico dat iemand anders je de baan uitbeukt. Want er gebeurt veel meer. Dus ik probeer het dan slim te spelen door vooraan te zitten, die race zo veel mogelijk te controleren. Is dat niet gewoon altijd de bedoeling van hardschaatsen? Ja, in principe wel. Maar soms gebeurt het dat je erachteraan zit. En dan, ja, dan kan het gebeuren dat je inderdaad... Ja, tactiek is gewoon de hardste, de snelste zijn. Ja. Ja, ja. Nou, heel slim lijkt je dat. Ja. Jouw laatste Olympische Spelen was natuurlijk vreemde Olympische Spelen. Want je zat midden in een pandemie. Ja. Dat moet een heel surrealistische gebeurtenis zijn geweest. Je hebt een filmpje meegenomen ook. Ja. Misschien kunnen we even kijken. Dit was in het Olympische dorp? Of wat gaan we zien? Dit was in het Olympische dorp. Dit was in onze kamer. Oh, jullie kamer? Ja, dit is onze kamer. Wat is gebeurd hier? Nou, onze lamp die was hier kapot. Ja. Ja, kijk. En dan moeten er mannetjes komen om die lamp te gaan fixen. Een soort astronauten komen. Ja, en zo liep iedereen daar dus rond. En ik was hier ook net wakker. Dus dat is ook een fantastisch beeld. Ben ik op mijn best. Holy net shit. Wakker. Ja, maar zo liep iedereen dus hier rond. Maar dit is helemaal niet gezellig, joh. Nee, het is helemaal niet gezellig. Maar dit is wel de realiteit. Maar konden jullie wel de winst een beetje vieren daar onder die omstandigheden? Jawel. Ja? Ja. Nee, kijk, weet je, normaal gesproken ga je naar het... ik ga even reclame maken. Ik weet niet, mag dat? Voor mij wel, maar anders doe ik gewoon... Oké. Okay. Ja. Ik ging daar naar het... Normaal is er een Holland. Ja. En dan sta je 3 dagen lang na je race... Ja. Sta je daar gewoon in dat huis te feesten met je teamgenoten. Ja. Maar die was er niet, want je mocht... Het dorp niet uit. Ja. Dus wat hadden Shinky en ik bedacht? Op een gegeven moment waren de Spelen afgelopen. Shinky Knecht, voor de mensen die net zoals ik niet zo heel veel weten van sport. Ja. Ik was erachter gekomen dat je dus... Want ik was een dag daarvoor of diezelfde dag... was ik naar het Mediapark gegaan. Ja. Daar gaan de shuttles dus naar het Mediapark. En in het Mediapark kon je bier krijgen. Hey. Dus wij gaan met die shuttle... willen wij daar... Maar je moet door hele security, moet je door. En ik werd daar... herkend, want de Chinezen zijn fan van shorttrack. Dus ik werd herkend, fotootje maken, helemaal blij. Dus wij denken, nou, Shinky en ik hadden zitten, dat is top. Want, weet je, misschien hebben we nu grote kans om dat bier dat dorp in te smokkelen. Dus wij gaan nemen die bus, halen dat bier op, komen terug. En toen hebben we lekker dat bier. Ze herkenden mij weer, waren hartstikke blij om te zien. Wij showen nog net niet vol trots dat bier. Nee. En zei, ja, door. Oh, wat leuk. Ja. Maar ze zijn ook wel gewend dat de sporters met een sixpack binnenkomen, denk ik. Dus, dankjewel. Succes, Susanne. We gaan het blijven volgen wat je allemaal doet. Geweldig dat je hier was. Dankjewel, Susanne Schulting. En jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Op NPO Start kun je zien hoe ik het spel geheugen met me speel. Met onder andere André van Duin en met Susanne Schulting. Dit was de avond. Op naar de maandag. Doei! Gefeliciteerd! Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.